elkaar. Twee interlands. De vriendschappelijke wedstrijd tegen Roemenië in juni 88. En de kwalificatiewedstrijd tegen Wales. Allebei in Amsterdam gespeeld. De laatste in september 88. Ja, is goed. Wat te zeggen van de verwachtingen. Het Nederlands elftal moet winnen, dat is duidelijk. Dat verwacht ook de opgekomen menigte. Huistra, die speelt vanwege de blessure van Brian Roy en verkozen is boven Jules Ellerman. Omdat, zoals Michels zei, echte linksbuiten niet zo dik gezaaid zijn. Er was enige zorg maandag nog rondom Marco van Basten, die een blaar had onder de grote teen van zijn rechtervoet. Die heeft die afgelopen weekend opgelopen. Jerry de Jong is er bij Nederland weer bij na afwezigheid in de laatste wedstrijd tegen Malta. Maar Van Basten heeft gisteren alweer meegespeeld en goed gespeeld in de oefenpartij in Wassenaar, die het Nederlands elftal toen afwerkte. Dik 5 over 8 en daar is de aftrap. En hoewel dat natuurlijk altijd zo is, is de openingsfase voor Nederland van groot belang als het gaat lopen. En er wordt vroeg gescoord, zoals uit tegen Malta en thuis tegen Griekenland. Dan mag er van het Nederlands elftal meer verwacht worden dan de score die het hier thuis tegen Malta een aantal weken geleden neerzette. Van Schip. Gullit vraagt de bal. Bergkamp. Eerste voorzet richting Van Basten. De Jong. Finnen hebben al snel duidelijk gemaakt hoe zij het karwei willen gaan aanpakken met een versterkte verdediging. De twee grote verdedigers als Mandekkers tegen Bergkamp en Van Basten. Hier is Tauriainen. En de eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Finland. Trap de Oekonen. Van Breukelen weifelt. En dat was niet overdreven verstandig. Want Paitelainen heeft bij Dundee United goed leren koppen, zei het niet doeltreffend. Lapa schudt. Voor het eerst richting Huistra, die de tegenstander aantikt en een vrije trap tegenkrijgt. Er is al gefloten. Hij raakte Holmgren op de hak. Pieter Huistra. Gullit. Vrij trap naar de overtreding van Canerva.
het schip. En Gullit is helemaal vrij en heeft een stijlvolle poging. Er wordt ook gevlacht voor buitenspel, maar dat doet niets af aan de schoonheid van de poging als Bergkamp de bal heeft doorgekopt en Gullit die poging doet. Goed begin, goede opwarmer ook voor goed doenende doelman van de Vinnen. Breukelen. Taurijnen was in aantocht, daardoor had hij niet echt rust. Ingooi Holmgren. Via Wouters en Bergkamp. Gullit. Van Basten kan aannemen. Huistra wordt buitenspel gegeven. Toen het trapt met wind mee. Daar is Taurijnen weer. En weer moet Van Breukelen in actie. Het is Fink die de bal terugtikt. Inmiddels is het geen buitenspel voor Bergkamp op een paas van Huistra. Van Basten is vrij in het centrum, maar de bal komt bij Goedtonen. Goed de ruimte gezocht van Dennis Bergkamp. Vrij trapvoordeel van Schip. Skip, Bergkamp. En weer eens opletten achterin. Nu wordt Wouters vastgehouden door Taurijnen. Vrije trap door Nederland snel genomen. Blind van Schip goed in de vrije ruimte gegaan. Met Petea. Via Vink. Holmgren.
Een nieuw honkeren door de inspanning van Muru. Weghaald door Blind. Mogelijk Bergkamp. Door Gullit. En Van Basten is helemaal vrij en moet scoren. Zeer goed gedaan. En na 9 minuten bovendien in het vereiste tempo. Goed gezien door Blind dat Gullit op snelheid weg was en niet buitenspel. En Van Basten is zo vrij dat het bijna niet mis kan. Maar let op Blind, die ziet dat Gullit gaat. Om op tijd aanspeelt, zodat het zeker geen buitenspel is. En dat is er één uit het boekje. Helemaal vrij. Inmiddels de Finnen, maar het hoofd van Blind maakt daar een eind aan. En Gullit speelt terug op de doelman. Schip kiest weer voor een lange paas. Dit keer is Haikinen er wel, de bewaker van Van Basten. Speelde al 2 keer eerder tegen elkaar in de kwalificatie voor het laatste wereldkampioenschap. Gullit en Van Schip. Gullit ineens. Van Basten gaat theatraal liggen, maar scheidsrechter geeft voordeel waardoor Bergkamp kan schieten. Wouters. Blind. Gullit. Ruimte tussen de linies is wat groot, daardoor zoekt Gullit zelf. Overtreding incasseert die van Hoekonen.
Gullit neemt de vrije trap, maar de scheidsrechter wil de muur echt op de afstand die hij aangegeven heeft. Dion. Hansberg kapt die paas. Maan. Lauriainen, bal kwijt. Van Basten terug op eigen helft om de bal te halen. Geen overtreding vindt de scheidsrechter van Paatelainen. Hier komt Vink. En die krijgt wel een vrije trap. Het is weer Oekonen, vandaar dat de scheidsrechter even met hem praten wil. Want dat is dus dezelfde man van die overtreding zojuist tegen Gullit. Gullit die nu gestart is, weer op een paas van Blind. Van Schip wachtte net iets te lang, maar het kan nog. Want hier is Wouters, maar de bal niet bij Bergkamp, wel bij Oekonen. Huistra vallend, maar ook weer opstaat. Witsche weggezet, correct door Taurijnen, althans volgens de arbitrage. Buitenspel afgezeind. Jong. Huistra. Die valt goed, die valt bij Van Basten. En het kan nog met Wouters, maar dat schot is geblokt. Achterin is Gullit, gevangen door de doelman. Stemming op de tribune is redelijk, tot goed. En dat mag ook wel omdat na een dik kwartier de indruk bestaat dat de Nederlandse verdediging die in het begin wat probleempjes had, de zaken inmiddels redelijk op orde heeft. Tel daarbij de voorsprong en het gezang is grotendeels verklaard. Come on!
Van Schip Gullit start weer aan de rechterkant. Van Schip wil wel, maar krijgt de bal daar niet. De Jong wordt in de achteruit gedrongen door Muru. Onnodig, die bal over de zijlijn. Muru speelt nu in België, heeft daarvoor in Duitsland in de tweede Bundesliga gespeeld. Oekone, ook actief in België bij Anderlecht. Hier is hij weer. Holmgren, de rechterverdediger. Daar is Huistra dus bij. En Huistra krijgt de vrije trap. Gullit. Achterbal. Koetonen neemt zoveel tijd dat inmiddels van afstand de scheidsrechter hem heeft gemaand dat er ook nog wel een aantal minuten gevoetbald moet worden vanavond. Muru. Koetonen niet buitenspel meer. En Huistra verdedigt mee. Blind. Basten. Kijkt naar de scheidsrechter en vervolgens naar de grensrechter, maar krijgt geen vrije trap. Holmgren. Wiedmanen. Bal uit via Van Schip. Patelijnen. En Blind. Blind heeft al een aantal goede passes op zijn naam. Wat dacht u van deze tot bij Gullit? En daar komt Bergkamp. En dan is het geen 2-0. Maar weer begint het. Daar op rechts bij Blind. Die een paas heeft die onbereikbaar is. Ook voor Liedmanen. Weer een voorzet van Gullit van rechts. En dit keer geen afronding bij Bergkamp.
Huistra aangepakt door Holmgren. Finks balbezit. Maar Blind verdedigt ook goed tegen Patelijnen. Witski kiest voor de lange paas. Vlag omhoog, buitenspel van Basten. Huistra. En nu is het geen buitenspel van Van Basten, want daar was Petea nog. Van Basten wacht op steun, bereikt Gullit niet. Huistra sluit aan. Corner. Nederlands eerste. Schip van links. Gullit bij de eerste paal. Vuist van Goedtoornen. Daar zijn de Finnen weg met Buuru. Maar dit is een simpel karwei voor Jan Wouters. Wouters speelt de bal te hard voor de Jong terug. Huistra die verdedigend al een aantal nuttige dingen gedaan heeft. Buitenspel van Basten. Petea, de vrije man achterin in de verdediging bij de Finnen. Op het hoofd van Witschen. Van Basten verlengde. Bergkamp trekt erop uit. Is de bewaker Europeus kwijt en dit is een goede voortzetting. Wouters, nee! Maar kansen komen er dus wel degelijk. Gullit, die aan die rechterkant voortdurend de wisselwerking zoekt met Van het Schip. Nu verscheppen Haikinen en Europeus gezamenlijk de paas. Europeus de aanvoerder van de Finnen.
Vink ontwijkt Patalainen. Blind. Schip. Blind. Van Basten. En Blind. Taurijnen, die dat duel wint. Muuru. Er zijn toch vier Finnen voorin. De voorzet is wat kort en Van Breukelen heeft de bal. En bij deze actie raakt de Fin op de achtergrond Taurijnen aangeslagen. Blind, die zich nu ook offensief wat meer begint te manifesteren de laatste minuten. Wouters. Huistra wilde de bal in de voet. Hij moet er nu achteraan. Maar dat doet hij niet onaardig. Van Basten. Steekpaasje en daar rekent de Bergkamp niet op. Jammer. Bergkamp. Gullit verlengt. Bergkamp is doorgegaan. Europeus is bij hem. Die is hij nu kwijt. Bal uit via Petea. Gullit. Helemaal achterin is Huistra. En daar is Van Basten, die niet tot een doelpoging komt. De Jong, Huistra, Witsche, Blind, Gullit. Blind. Bergkamp zorgt voor de beweging, maar paas is hard. Maar met wat werklust kan je in ieder geval het balbezit behouden, denkt Bergkamp terecht. Nederland
als tweede corner weer van Schip. Weer Gullit bij de eerste paal en weer de vuist van de doelman. Van Schip opnieuw. Witsche. Zacht. Oekonen. Taurijnen. De Jong, vrije trap. Blind. Van Basten. Paterlijnen. Bal is uit geweest. Scheidsrechter ziet niet dat ze grensrechter vlacht. Geeft nu wel een vrije trap aan Nederland. Maar had al eerder kunnen en eigenlijk moeten fluiten. Goed, we doen het met een vrije trap. Blind. Van Basten, die zich veel aanbiedt, uiterst actief is. Huistra. Zijn vorige voorzet was beter, werd iets gevangen door de wind en creëerde toen die mogelijkheid voor Van Basten. Gullit, bal niet binnen. Kitea. Liedmanen. Achterin. Van Schip speelde de bal op plaats. Finland tweede corner dus. Schip! Sterke Finse verdedigers ook mee voorin. Maar de bal gaat naar Oekonen, die hem laag inbrengt. En een overtreding van Paterlijn. Witsche. Te lastig voor Gullit. Gegeven door Richard Witsche. Opnieuw komt de scheidsrechter de kant van de doelman op, zonder vooralsnog echt op te treden. Wouters. Van Basten. Bal net iets te ver weg, maar dan Gullit nog. Gullit. Had beter het kunnen zoeken bij bijvoorbeeld Huistra die inkwam aan de andere kant. Dan het zelf proberen. Thank you.
Blind. Bij hem begint de opbouw iets vaker dan aan de andere kant bij Jerry de Jong, die natuurlijk aan de linkerkant maar een wat gemaakte verdediger is. Hij kan niet zo Huistra wegsturen zoals Blind dat aan de andere kant wel kan doen met Gullit en Van Schip. Nu Huistra wel. En Bergkamp heeft de kans. Zo zijn er toch sinds de 1-0 aardig wat kansen voor het Nederlands elftal geweest. Behalve voor Bergkamp. Herinnert u zich van Basten en van het Schip toen hij doorging. Van het Schip die hier ook de bal klaar legt voor Bergkamp trouwens. Vastgehouden door Wouters, maar dat mocht. En met het oog op al die kansen, zo'n kleine 5 minuten voor tijd, is de 1-0 eigenlijk toch wat mager te noemen. Vooral gezien het vroege tijdstip waarop het eerste doelpunt tot stand kwam. Blind. Richting Gullit. Gullit dolt Canerva. Zet voor. Haikinen komt weg. Wouters. Huistra. Geven te hard voor Van Basten. Maar met name blijkbaar van de kant van Huistra heeft de bal af en toe nogal wat vat op het maatgevoel en op de maat van de voorzetten. Want een aantal malen had hij de gelegenheid en de ene keer werd hij gevangen door de wind, de andere keer niet. Hier is Oekonen. Holmgren en de terugspelbal van Huistra. De Jong. Huistra biedt zich al niet eens meer in de diepte aan, omdat hij zo goed als zeker weet dat de Jong daar de bal toch niet goed kan plaatsen. Muru. Oekonen, Holmgren. Wouters ziet de bal buiten de lijn gaan. Inderdaad, het laatst geraakt door Oekonen. Vul het niet langs Canerva. Huistra. Bal uit, laatst geraakt door Van Basten. Konen. Vink legt de bal neer voor Taurijainen, maar haalt hem ook weer terug. En dat is netjes.
De Jong. Inmiddels in de laatste minuut van de eerste helft. Blind. Bergkamp. Vullet. Huistra. Komt er niet uit tegen twee tegenstanders, waar Van Basten de bal graag ontvangen had. En het rustsignaal op het moment dat Blind probeert om Gullit nog een keer op pad te sturen. Maar dat hoeft dus niet meer. 1-0 door een vroege treffer voor het Nederlands elftal. Na 9 minuten door Marco Van Basten. Dat is de stand halverwege Nederland-Finland. Kuip, waar de beide ploegen nog in de kleedkamer zijn. Bij de ruststand van 1-0. En een aantal Finnen vindt het iets minder koud. Blijkbaar dan de Nederlanders, mag der gewoonte. En de ploegen, in ieder geval Nederland, is weer op weg naar het veld. Laten we meteen maar eens kijken of we eventueel nieuwe gezichten bij de elf zien. Vooralsnog niet. Nederland dat speelt, als we Rijkaard maar even niet noemen, zonder Ronald Koeman. Die het nog niet de tijd achtte om zich bij bijvoorbeeld deze Gullit en Van Basten te voegen in het nationale team. En de geblesseerden Vanenburg en Van Aarle. Finnen missen ook een aantal vaste krachten. Kijken nog even naar het succesmoment in de 9e minuut. Toen Blind Gullit wegstuurde, Van Basten losgelaten werd door Haikinen. En daardoor 1-0 op zijn naam kon schrijven. Voor Van Basten is het zijn 23e interlandgoal. Gullit en Van Basten sloten elkaar in de armen. Zij zullen direct na de wedstrijd per privéjet worden teruggevlogen naar Milaan. Want in Italië wacht zaterdag al de wedstrijd van Milan tegen AS Roma. Dat volgende week voor de Europa Cup de return tegen Brøndby moet spelen. En dan hebben Italiaanse ploegen het recht om hun wedstrijden naar de zaterdag te verplaatsen. Finnen zijn ook niet helemaal compleet. Zij missen Ari Jellem, een ervaren man op het middenveld. En de in Nederland ook bekende Mika Liponen, die vroeger voor FC Twente speelt, nu in Zwitserland. Maar die topt al enige tijd met blessureproblemen. Eerst was het zijn Achillespees. Nu heeft hij last van de enkel. En zodoende is hij buiten de selectie gebleven. Net als trouwens Tiainen, die vroeger bij Ajax speelde. Die weliswaar geen vaste kracht internationaal is. Maar toch wel met enige regelmaat van de selectie deel uitmaakt. En de Finnen brengen een wisselspeler. Ari Tekelberje. Dat heeft Rinus Michels nog niet gezien, maar dat zal hij straks vanzelf merken. Man die helemaal in het noorden van Finland speelt. Dicht tegen de Poolcirkel aan bij Rovaniemi, die Tekelberje. Hier is hij met nummer 15. Aftrap van de Finnen en Nederland speelt voor wat het waard is met de wind mee in de tweede helft. Zij het dat hij ook wat zijwaarts over het veld staat, die wind. Bergkamp ging te vroeg de lucht in, won daardoor het kopduel niet. Nu is Tauriainen. Blind. De Jong. Aan de linkerkant valt binnenkort het verschijnen van Erwin Koeman te verwachten. Want die is door Michels de dugout uitgestuurd om zich warm te gaan lopen.
dat is logisch omdat het in de eerste helft aan die linkerkant niet liep zoals dat zou horen gaan. Inmiddels zijn de Finnen in de slag met Taurijnen die de bal ontving van Tegelbergen. En Oekonen komt in het centrum. Maar voorlopig is de bal daar nog niet. Hier weer die invaller, Tegelbergen. Patelijnen. Witsche en Huistra. Bergkamp. Van Basten. Bergkamp Gullit. Huistra vraagt de bal. Gullit bedient hem. Goeie voorzet van het hoofd van Europeus. Komt de bal nog bij Gullit. En Van Schip houdt de bal binnen en in het spel. Huistra en Van Basten met heel weinig ruimte. Dan Bergkamp misschien. Witsche nog eens. Wouters. En een beetje te hard voor Gullit. Misschien ook weer onder invloed van die wind. Hier Koeman. Langs de lijn. Oekonen. Canerva. Van Schip. Bergkamp. Wouters. Fink, die bal niet lekker kreeg van Huistra. Hier is Huistra weer. Van Schip. Gullit gaat op rechts. Canerva stond stil. Maar het was anderszins wel doorzien, zodat Gullit er toch geen resultaat uit kan halen. Van Schip, blind. Slordig. Maar snel hersteld. Indruk bestaat dat het Nederlands elftal in de rust het advies heeft gekregen om een tandje bij te zetten. Dat het toch weer die besluiteloosheid was aan de linkerkant. In dit geval loopt het op rechts ook niet echt lekker af. Oekonen tegen Blind aan. Europeus. Witsche. Van Basten weggelopen bij zijn tegenstander en pas na een aantal seconden besloot de grensrechter om de vlag de lucht in te steken. En dat is eigenlijk te laat, want het moment van spelen telt. De Jong. Oekonen. Tegelbergen mag door. Dan maakt Blind er maar een corner van. Met Patelijnen in de rug. Kom op, kom op! De toegesprokene van Schip door Van Breukelen. Kom op jongens erbij! En net als voorrust mag Oekonen de eerste hoekschop trappen. Patelijnen was zeer dicht bij succes.
tekst van Breukelen behoeft geen nadere toelichting. Weer Hoekonen. En een derde hoekschop. De Jong kopte de bal over de achterlijn. Terug richting Hoekonen. Van Breukelen. Nu is het er een aan de andere kant. De vierde op rij. En net bijna dat succes voor de Finnen voor Patalainen. Zijn vader scoorde ooit eens in 1975 voor het Finse elftal tegen Nederland in een kwalificatiewedstrijd in Nijmegen toen. Nederland won uiteindelijk met 4-1 door onder andere drie treffers van Van der Kuilen. Dat was de geschiedenis. Dit is de actualiteit van Schip. Beetje hard voor Huistra, goed ingekomen van Petea. Die wordt neergelegd door Van Schip. En Van Schip krijgt geel. Hij was er al even bang voor, Van Schip, gezien zijn reactie. Hier legt hij de vrije man achterin neer. En daarna keek hij eerst naar de scheidsrechter, leek opgelucht. Toen de hand niet naar de zak ging, maar in tweede instantie gebeurde dat toch. Excuseert zich, maar te vergeefs. Van Breukelen vangt de vrije trap van Kari Hoekonen. Van Schip. Goede beweging. Goed ingeschat door Gullit. Nu moet Van Schip aan de kant afrekenen met Petea. Richting Van Basten, die hij ook inderdaad bereikt. Wouters, schot stuit af. Weer op diezelfde Petea. Zoek naar Bergkamp. Altijd met Europeus. Europeus die de bal hier weghaalde. Vink tot bij Van Breukelen. Dion. Blind. Canerva terug op zijn doelman. Basten, goed neergelegd. Van Schip. Bergkamp.
Wil terug naar Gullit, gebeurt ook. Van Gullit de voorzet. Het spel mag door. Hoewel Van Schip tegen Goedtoon aanliep. Nog eens die actie met die voorzet van Ruud Gullit. En menige scheidsrechter zou dit hebben afgefloten. Slechte ingooien, maar ook dat mag door. Degelbeien. En Vink met Patelijnen. Goed werk van Marciano Vink in zijn tweede interland. Geen overtreding van Aikine. Canerva. En nu zijn er twee Finnen tegen één Nederlander. De Jong. Maar die kan gelukkig de bal terugspelen. Van Basten. Dat is goed. Gullit kan door. Voorzet tekort. Europeus. Richting Oekonen. Maar daar is ook Wouters. Gullit langs Canerva. Ook langs Oekonen. Van Basten goed meegenomen. Van Basten aangetikt. Geen strafschop. Nou. Die had hij kunnen geven volgens mij. Want Van Basten neemt die bal goed mee. Blind. Witsche, buitenspel. Inderdaad, Huisman. Van Schip. En Vink. Petea. Witsche. Van Basten.
Mag het alleen uitzoeken tegen twee tegenstanders. Heikkinen dicht bij hem. En hij kiest de kant waar Heikkinen op rekent. En daarom loopt hij dood. Voordeel van Schip. Overtreding van deze Tauriani. En het publiek begint te zingen om Willem Kieft. Want natuurlijk gaan toch de gedachten terug naar het optreden van 5 weken geleden hier. Toen 1-0 de eindstand was. En het resultaat was van een magere avond. Ook toen was er nog wel een aantal kansen. Kans alleen is niet genoeg. Oekonen. En van het Schip verdedigt Tauriani. Dan duurt het een hele tijd voordat er een vrijwilliger genomen is, gevonden is voor die spelervatting bij de Finnen. Maar uiteindelijk is waarschijnlijk na loting deze Muru bereid gevonden om in te gooien. Muru langs van Schip. De ingreep van Breukelen waar Tekelberje dichtbij was. Oekonen de schotkans mist en het nog steeds kan. Patelainen en Tekelberje is buitenspel. Al vond de grensrechter dat blijkbaar niet. Maar Damgaard beslist het zelf maar. Inmiddels een paas van Gullet op en die laat een vrij opgelegde kans missen. Lange paas, goed op maat. Bergkamp ook op tijd gestart. Maar ja. Zou het toch wel eens enigszins tijd worden dat de scheidsrechter iets onderneemt tegen de zeer lange pauzes die Goedhoorn neemt. Witsche tussen 3 tegenstanders in de problemen. Daar komt hij ook zelf min of meer uit. Komt er niet aan tegen Heikkinen. Inmiddels alle 4 Nederlandse wisselspelers langs de lijn.
Matalainen. Een tik op Bergje. Laat ik snuiten! Blind. Paul Vriesbergkamp. Tweede helft inmiddels precies halverwege. En sinds de rust is er niet overdreven veel gebeurd. Een paar kansjes voor Nederland. Nu schakelt Wouters zich in. Krijgt geen vrije trap voor de activiteit van Europeus. En gaan de Finnen er weer tussenuit. Met Tegel Berje, die zich goed weert tegen Jerry de Jong. De voorzet heeft waar Van Breukelen de bal moet wegplukken boven het hoofd van Mika Matti Patalainen. Blind. Van Basten. Jong, Huistra. Fink probeert Van Basten te vinden en die vindt hij ook. De bal kwam bij de spits wilde ik zeggen, maar dit was Van Schip die de kans nu liet liggen. Wat verbaasd is aan de kant om zich te laten behandelen. Tegel bij verliest van de Jong. Van Basten terug. En het resultaat mag dan nog zo heilig zijn, maar ik denk dat het duo Michels Advocaat, als het iets wil veranderen, daar zo langzamerhand toch maar eens toe moet besluiten. De bal is binnengebleven bij de Jong. Witsche in de rug geduwd door Muru. De kleine man. Langs de zijlijn heeft inmiddels Advocaat, tenminste Willem Kieft,
bij zich geroepen. En Huistra verspeelt de bal onbenullig aan Muru. De Jong. Canerva terug. En Gullit lijkt wat moedeloos. Hopelijk is het schijn. Canerva. Vrij trap tegen Vink. Gelegenheid tot een wissel waar Kieft binnen de lijnen wordt gestuurd in plaats van Bergkamp. Kieft maakt afspraken met Van Basten over de gang van zaken in het centrum. Thea. Blind haalt weg. Muru. Schot tegen Wits gaan. Hoekkonen. Krijgt alle ruimte om aan te leggen. Uiteindelijk besloot Blind maar eens in te stappen. Hier Blind weer. Huistra. Kieft. Opent en betrekt Van Schip. Het gevoel is weg, zo lijkt het. Van Basten. Ook geen goed zitvoetbal bij Witsche. Waterlijnen. Witsche en Kieft. Die krijgt een vrije trap mee. Willem Kieft, kwartier voor tijd. Willem Kieft die op 31 mei 1989 zo'n belangrijke rol speelde. Toen Nederland in Helsinki speelde onder invloed van het conflict rond Thijs Liebrechts. En Gullit als invaller kort voor tijd de bal klaarlegde. En Kieft kort voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd inkopte. Toen nog achter Loukkanen die in Mannheim bij Waldhof speelt. Daar niet regelmatig in de basispaal speelt. En dus verdrongen is door Goedtonen. De man die vanavond zoveel tijd heeft. Van Basten. Blind, Gullit vraagt. Schip. Goed schot. Eerste voor Nederland. Sinds de rust deze corner van het hoofd van Häkkinen. Finland had die 4 op rij eerder. Is ook de eerste van rechts.
met Huistra erachter. Dat reclamebord wil niet om. Doelman met de vuisten. En zo wordt het weer een ingooi. Van het Schip. De Kort. Huistra. Gullit. Goed tegenstander uitgekant en goed geschoten. 2-0. Minuut. Huistra, Gullit. En het uitspelen van Petea is ook hoedtonend gepasseerd. Rutjes is dan in de ploeg gekomen voor Van Basten. De Finnen zijn weg met Muru en Patelainen, die niet tot de schot komt. Zorg om Van Basten. Op wie, zoals gezegd, het vliegtuig straks staat te wachten. Tegelbergje voor de Finnen met een schot dat door Van Breukelen kan worden opgeruimd. Michels kijkt hoe de organisatie verloopt. Nu Rutjes de positie achterin heeft en Wouters is doorgeschoven. Wouters. Buitenspel Kieft. Verloor de bal aan Europeus. Oekonen stuurt Holmgren op pad. Patelainen vraagt de bal in het strafschopgebied. Rutjes zet het hoofd eronder. Stond te slapen. De paas van Blind. Nu gelukkig niet. Gullit vraagt de bal.
Van Schip speelt niet. Behalve dan naar Europeus. En Kieft liep dus ook voor niets. Witsche. Komt heel ver en hij schuilt. Maar ook goed, Torner. Goeie actie van Richard Witsche, die eventueel rechtdoor had gekund. Maar Gullit bediende. Holmgren. Heikkinen. Die zit nu van pas de weg is. Ja, op de Nederlandse helft vaagt. Witsche. Bereikt Gullit niet, want de bal gaat over de zijlijn. Spel onderbroken voor een wissel aan Finse kant. Nu Seunen komt en Tauriainen gaat. En wordt opgevangen door trainer Jukka Vekila. Gullit van Schip. Daar is nog De Jong. Bal uit de scrum bij Blind. Wouters. Witsche. Huistra. En Kieft. Stijlvolle redding van Goedtonen ook. Maar als Huistra, en dat gebeurt niet te vaak, een voorzet van de linkerkant geeft, wil het dan wel eens gevaarlijk worden. Succes voor Kieft uitgesteld. Wat Schip. Rutjes er ook bij. En een nieuwe hoekschop na de inzet van Huistra nu. Huistra die bij Glasgow Rangers tijdens zijn verblijf in Nederland zijn manager Souness zag vertrekken naar Liverpool. Ben je even weg. Wat Schip weer. Goed tonen. Muru. Holmgren. Europeus.
3,5 minuut nog. Nederland 2, Finland 0. En nogmaals, het resultaat telt als een overwinning. Maar is niet voldoende. We zien de verhoudingen op de Europese landkaart. De voetbalverhoudingen dan. Om de Europese titel op weg naar het nieuwe eindtoernooi de glans te geven die erbij hoort. Witsche en Huistra start. Maar de bal is uit. Overtreding Huistra. Over Kieft heen. Betea. Voor de Finnen die in principe niet ontevreden zullen zijn met dit resultaat. Finse voetbalcompetitie begint pas over een aantal weken. Want die spelen van eind april tot in oktober. Dus met name de spelers die in Finland zelf spelen, dat zijn er 6 in de basisploeg. Is het toch vervelend om te moeten voetballen buiten hun seizoen. De return, of in ieder geval de wedstrijd in Helsinki op 5 juni, valt wel in het Finse seizoen. Honken. En Holmgren is door. Hier is Tegelbergje. Verdedigd door Huistra. Witsche kan een half veld overbruggen. Gullit gaat dan buitenspel lopen. Ai. Witsche gaf de bal natuurlijk laat. Maar Gullit was pas uit de dekking toen hij al buitenspel was. Nederlanders die elkaar in de weg lopen. Vink speelt terug en de extra tijd begint en is meteen ook afgelopen, want Damgaard fluit af en met treffers van Van Basten en Gullit gaat Nederland-Finland de boeken in en verandert de stand in groep 6 na een wedstrijd die alleen het resultaat zal doen voortleven, zo dat